Radio en TV West, Debbie en haar mannen. Poppies waren dat. Goedemiddag, 10 over 12. Debbie en haar man op Radio en TV West. Paul van Berkel is mijn man van de dag. En we gaan lekker huichelen met z'n allen. Vuile huichelaar, de dames daarvan zitten bij ons op de bank. En we gaan het hebben over kerst, een tijd van geld uitgeven, boodschappen doen, agendas bijhouden. Dat is het hele jaar door trouwens. Mooie outfits, ingewikkelde gerechten, opgelegde gezelligheid. Saskia van Zutphen en Paulette Willemsen, zij zijn samen vuile huichelaar. En ze bieden met een nieuwe gezellige amazing kerstshow. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. Een welkome afleiding voor de stress. Leuk dat jullie er zijn, zo'n tijdje geleden. Ja. Maar altijd een feestje als jullie er zijn. Ja. Ja. Kerst begint bij jullie vroeg dit jaar, 18 november, morgen. Dan gaan jullie beginnen we in Heelvarenbeek, ja, met de eerste voorstelling. Ja, en jullie zijn heel binnenkort in Zoetermeer. Dat is, nou ja, heel binnenkort, 2 december. Het gaat allemaal snel. Ja, dan vliegt. Gaan we straks ook kaarten voor weggeven. Even voor de mensen die jullie nog niet kennen. Wat doen de dames van Vuile Huichelaar? Nou, 10 jaar geleden is het begonnen. Toen werden wij allebei bedrogen door onze echtgenoten. En in plaats van zielig op de bank te gaan zitten, dachten wij, wij gaan gelukkig en succesvol worden. En toen hebben we een amazing programma voor de bedrogen vrouw gemaakt. Is dat echt? Ja. En toen kikkerde iedereen daar zo intens van op. Dat ja, we konden nooit meer stoppen. En die mannen die kwamen weer terug. Oh. Ook allebei ook. Dus ja. Ja, mensen geloven het vaak niet. Goed, maar het klinkt echt als een heel mooi PR-verhaal inderdaad. Ja, ja. Maar het is echt waar. En dat willen de dames niet geloven. Maar het is echt zo. En ze zijn teruggekomen en gebleven toen? Ja. Ja, we zijn weer complete gezinnen geworden. En ja, dat is allemaal natuurlijk... Het heeft natuurlijk wel wonden geslagen. Maar... Ja. Het is allemaal goed gekomen. En daarna hebben we dus een programma gemaakt, Het zal je kind maar wezen. Wat dus ging over de baby's en zwangerschappen en het grootste kind in huis. Wat niet meer valt op te voeden. Ja, ze wijst naar Paul. Ja, nee, en toen kwam Vuile Huichelaar 3. Vluchten kan niet meer. Ging over het lichamelijk verval. Ja. Vuile Huichelaar 4. We zullen doorgaan. We houden er ook nooit mee op. Nee, hè? Dat kan het niet. Zie jullie ook echt dat je zegt van... Hey, die heb ik elke show daar zien zitten. Ja. Van jullie echte fans. Die komen jullie tegen. Ja. Ja, sommige vrouwen komen gewoon een keer of 4. Iedere keer met een andere club. Ja, gewoon omdat het zo leuk is. En heel veel vrouwen gaan echt herboren weer naar buiten. Gewoon omdat zingen is natuurlijk ook gezond. Het is eigenlijk een soort grote karaoke-show. Maar dan niet in je eentje dat je daar voor paal staat. Maar je gaat gewoon met z'n allen los. En dan staat er helemaal niemand voor paal. Want het is gewoon heel gezellig. Ja, nou, maar karaoke vind ik net iets te weinig. Omdat we natuurlijk ook... we spelen ook typetjes. We vertellen ook het een en ander over ons leven. Over de mannen. Over de problematiek rond... De mannen, het gezin, relaties. En in dit geval rond kerst. Ja, wat dat allemaal met zich meebrengt voor stress. Ja. Ja. En we kunnen een klein voorproefje geven. Het is een beetje raar, want Sinterklaas is net in het land. En dat ligt bij sommige mensen een beetje gevoelig. Sowieso dat snap Sinterklaas, ik wel. Maar ja. Ook het kerstgevoel. We gaan toch even een klein stukje luisteren. Ze nog gelijk mee. Maar ervaren jullie kerst ook echt als een stressvolle periode? Ik bedoel, wat zijn jullie ervaringen ermee? Nou, Sas vindt het wel. Vindt het eigenlijk ik niet vind zo het leuk. Niks en zij vindt het gezellig. Waarom vind jij het niet? Nou, ik ben tegen tradities. Ik denk altijd van altijd alles nog een keer doen is voor mij een soort ding waar mensen zich aan vasthouden om zich veilig te voelen. En daar geloof ik gewoon niet in. Ik denk altijd, iedereen moet dan bij elkaar. Dat kan toch ook morgen? Ja, dat is verplichte schoonfamilie op bezoek. Ik vind dat niks. Iedereen schiet in de stress, want er moeten ook allerlei mensen worden uitgenodigd waar je normaal niks mee hebt. Ja. Er moet een vegetarische kalkoen op tafel. Er moet, weet ik veel, op ayurvedische manier bereid. En nee, ik ben daar niet voor. Als je het ooit voor elkaar krijgt, kom ik bij je eten. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, ik zeg altijd, ik heb een heel fijn toetje in de aanbieding. Dat is een veganistische, suikervrije, glutenvrije brownie. Dan hoef je alleen maar naar het tuincentrum om een klein stukje compost te halen. Gadverdamme. Maar wat het ook is, mensen dragen zichzelf dan ook op... om dan ook gelijk 5 gangen op tafel te zetten. Doe jij dat dan wel? Nee. Wij gaan eerste kerstdag met de hele familie bij mijn zus eten. We nemen
nemen allemaal wat mee en we hebben het gezellig. En het is eigenlijk ontstaan na de dood van mijn moeder 20 jaar geleden. Hadden we besloten van laten we nou één keer per jaar in ieder geval proberen dat de broers en zussen bij elkaar komen. En dat is dus nog steeds. En het is heel gezellig, Sas. Echt. Ik wou zo dat ik dat ook wou. Zometeen meer over Vuile Huichelaar. 2 december zijn ze te bewonderen om 19:15 s'avonds in Zoetermeer. Ik doe even het lijstje. Ze gaan hartstikke lekker. Dus als je erbij wil zijn, moet je snel zijn. Want Theater Dakota in Den Haag, uitverkocht. Theater Het Onderdak, Sassenheim, uitverkocht. Maar in Zoetermeer kan je nog misschien wat kaartjes bemachtigen. Westland Theater De Naald op 16 december en 23 december... in die gezellige Rijswijkse Schouwburg. Wil je erbij zijn in Zoetermeer, dan kunnen we je misschien helpen. Want daar geven we wat kaartjes voor weg. Moet je snel bellen, 070-390-5454. Of een mailtje sturen, debbieenhaarmannen@omroepwest.nl... met een korte motivatie. Laat maar even weten wat jij van de kerst vindt, wel of niet leuk. En je complete adresgegevens. Zometeen meer. Als je dan over lekkere meezingers hebt, vind ik dit er ook wel eentje. Hoor. Misschien is dat een leuke voor Vuile Huichelaar de zomerhits of zo. De taal is te lastig, sorry. Ja, dat is jammer, ja, hè? Jammer. Ja. Want het is in het Nederlands, Vuile Huichelaar. Ik zit hier heel alleen kerst te vieren vanaf morgen tot en met 23 december. Ze komen op verschillende plekken in de regio. Ik heb eigenlijk een beetje, ik zit te denken, ik ben een paar keer bij jullie geweest. Het is een soort ladies' night. Een hele bak vol met vrouwen die heerlijk aan het meezingen zijn. Komen er wel eens mannen eigenlijk? Ja, toch wel? Niet heel verstopt. Veel, maar er zit nog wel eens een verdwaalde man. En op een gegeven moment zijn ze niet meer verdwaald, want ze komen ook echt terug. Ze komen allemaal terug. Ja? Omdat ze het heel leuk vinden, ja. Ja, want wij vertegenwoordigen ook de man. Want we zeggen wel, we willen gewoon, we zijn niet tegen mannen. We vinden het juist zo leuk vrouwen onder elkaar. Dat geeft meteen een ongelofelijke sfeer. Maar de mannen die er zijn, is vaak, op 500 vrouwen zitten er 20 man of zo. Maar die zeggen allemaal, ja, maar ik vind het ook heel leuk. Ik zeg, ja, je mag ook wel komen. Dat is geen punt. Want wij spelen zelf ook mannen. Omdat het heel leuk is om hoe mannen naar vrouwen kijken. Om dat te verwoorden. Ja. Wij vrouwen zijn natuurlijk super ingewikkeld. Weet je wel, ze zeggen het ene, ze bedoelen het ander. En is er wat? Nee, niks, roepen we dan allemaal. En eigenlijk wel. Dus Dan had die man door moeten vragen. Ja, precies. Hè? Dus is toch ook zo? Ja. Onze gebruiksaanwijzing. We zeggen de mannen gebruiksaanwijzing. Het past in een heel dun boekje. Dat willen we dan herschrijven. En als we het herschreven hebben, dan vinden we hem niet meer leuk. Nee. Dus het is een wonder. Dan wordt die de vrouw is wonderlijk. Ja, we zijn ook wonderlijk. Dan is de klus geklaard. We zijn onmogelijk. Ja, is waar. Het kerstverhaal is natuurlijk ook iets wonderlijks. Als we dan even terug naar het thema van de voorstelling. Jullie vertellen het kerstverhaal ook. Of tussen. Ja, nee, de filmpjes worden Adelheid en Madeleine. Dat zijn onze moeders. Hele beschaafde dames. Ja, en die beleven het kerstverhaal. Ja, ze zijn in de stal een paard aan het roskammen. En dan horen ze een baby. Nou, waar is die baby? Nou, die gaan we dan zoeken en we vinden een baby. Maar we dachten bij het maken van een kerstshow, dat is eenvoudig. Er zijn zoveel kerstliedjes en dat zetten we zo in elkaar. Nou, en toen bleek dus dat alle klassieke kerstliedjes duren ongeveer 30 seconden. Oh, ja. En klaar met je mooie kerstliedjes, die zijn gewoon niet mee te zingen. Dus wij hebben echt een enorme... En over dat kerstverhaal, dat is een verhaal. Nou, dat is ook in een minuut verteld. Dat is verder helemaal niet boeiend. Het is maar een heel klein paragraafje in de Bijbel, hebben we pas ontdekt. Ja. Diep. Dus dat we het uiteindelijk, we waren echt helemaal depressief, maar uiteindelijk hebben we het gevonden van nu is het in film en het is heel erg leuk geworden. Het is toch een mooi, fijn kerstverhaal. Niet om depressief van te worden. Nee. Welke kerstliedjes, zijn er kerstliedjes gesneuveld? Omdat je zegt, ze zijn of te kort of te moeilijk. Ja. Wat was te moeilijk? Mariah Carey is natuurlijk eigenlijk te moeilijk, maar doen we toch helemaal op het eind. Het is gewoon dansen, geblazen. Maar kunnen jullie nu? Ik heb het niet afgesproken, maar. Wat wil je horen? Ik denk dat voor White Christmas. Mariah Carey, ben ik wel benieuwd hoe dat klinkt. Niet leuk hoor. Zonder orkest, want daar blijft daar niet veel van over. I'm dreaming of a white. Moeten jullie ook mee zingen, goed? Oh. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, in the snow. Heerlijk. Het is dat Sinterklaas de pakjesavond komt er nog aan. Maar ik krijg gelijk zin in hoor, in de kerstboom opzetten. Ja. Het wordt volgens mij weer een onwijs gezellige voorstelling. Vuile Huichelaar en mannen zijn toegestaan, hebben we gehoord. Ja. Maar het is vooral een zeker met kerst. Ja. We zijn mild gestemd. De kerstgedachte is dat. Ik ga nog even de data noemen voor de mensen die denken, oh, daar wil ik naartoe. 2 december in Zoetermeer in het Stadstheater. 16 december in Westland Theater De Naald in Naaldwijk.
Randwijk en het 23e ook december dus in de Rijswijkse Schouwburg. En voor Zoetermeer, 2 december, geven we nog kaartjes weg. Snel bellen of mailen, debbie@omroepwest.nl of even bellen 070 390 5454. Heel gezellig dat jullie er weer waren. Bedankt. Vond ik ook. Dankjewel. Dankjewel.